Leuk dat je kijkt. Ik ben Rutger Steenbergen en dit is een nieuwe basic tutorial voor FL Studio. Ik heb hier een uh, simpel arrangement voor mij staan in de playlist editor en die klinkt nu zo. Hij staat op song. Ik uh, klik twee keer op stop, dan weet ik zeker dat de uh, tijdlijn, dat de cursor hier aan het begin staat. En als ik nu op play klik of de spatiebalk, dan hoor ik de track. Dat gaat de hele tijd zo door en dat mag best wel wat. Er uh, mag best wel wat gebeuren. En dat kan met automation. En automation is een ongelooflijk krachtig middel als je elektronische muziek maakt. Elektronische muziek, dance muziek, draait om spanning. En je kunt spanning toevoegen, aanbrengen, opwerken door middel van automation. Nou, ik zal laten zien hoe je dat doet. Ik ga even naar channel rack. Ik heb hier uh, mijn bas synthesizer. En hier staat de Cut-Off. De Cut-Off die zorgt dat het geluid uh, spannender gaat klinken. Eerst wat doffer en dan steeds wat meer open uh, gaat. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. En dat zorgt voor variatie in het geluid. En naarmate de kut of open gaat, wordt het ook spannender. En dit kun je handmatig doen met een MIDI-controller. Kun je dat ook opnemen. Dan kun je echt aan een knopje draaien of een slider draaien. Maar je kunt het ook met je muis automatiseren in FL Studio. Nou, hoe doe je dat? Er zijn verschillende manieren. Het zal ook eens niet. Maar een makkelijke manier vind ik zelf. En die valt nu waarschijnlijk net buiten het scherm. Maar dat mag je dan even voor me aannemen. Via tools kun je klikken op Last Tweak. Dat is een optie onder tools. Die zie je nu net niet in beeld. Maar tools boven in beeld last tweaked in het Engels. Create automation clip. Die heb ik nu aangeklikt. Dus de laatst, aange, ja, laatst bewogen parameter last tweaked. Knopje, slider, wat je ook maar gedaan hebt. Die onthoudt hij. En als ik daarop klik, dan kan ik daar een uh, automation clip van maken. Dus tools, last tweaked, uh, tweaked, make automation. Dat is deze. En die correspondeert met die cut-off knop waar ik aan draaide. Dus hij begint een beetje laag. Dan kan ik hem hier helemaal uh, zorgen dat die knop open gaat. Misschien kan ik dat ook meteen even laten zien met de synthesizer erbij. Dus die channel rack, ik pak hem er even bij. En um, op. Dat is de automation clip. Ja, dat is wel even goed dat dit verkeerd gaat. Want dit is nu uh, de automation clip. Maar ik wil hier in het overzicht de plugins zien en mijn beat zien. Dus dan kan ik even gaan naar All of naar unsorted. Dat zijn de andere. En dan zie ik hier dat hier mijn uh, synthesizer staat. Dus die klik ik. Trouwens, nu ik toch bezig ben, ook handig. Um, FL Studio heeft de irritante neiging om plugins altijd te verstoppen. En er is een optie, ik denk dat die hier zit onder dit pijltje, om detached aan te klikken. Dus klik hier op dit pijltje detached, dan blijft de plugin altijd voorstaan. En dan hoef je hem uh, niet steeds opnieuw te openen. Klik ik nog een keer op het pijltje die test, dan zal hij weer de, de standaard setting hebben dat hij automatisch verdwijnt. Nou, ik doe deze even iets hoger. Ik doe die iets hoger. En je ziet nu daaronder die lijn van de automation. Ik ga kijken wat hij doet. En kijk dan ook meteen even naar de knop. Cut-of. Dan zul je zien dat hij langzaam open gaat. Dat is Automation in FL Studio. Ik zal nog even kijken of ik die knop last tweaked in beeld kan laten zien, want dat neemt mijn opnameprogramma nu net niet op. Ja, kijk, nu zal hij het wel doen hier onder Tools: uh, Last tweaked en dan vervolgens eentje hoger: Last tweaked. Kan ik klikken op Create Automation Clip? En ik heb nu geen auto. Ja, je staat hier staat hij wel. Create automation clip. En dat kan ik dus voor deze doen. Uh, maar ik kan eigenlijk voor alles automation clips maken. Ik kan ook zeggen: ik wil een automation clip maken. Voor bijvoorbeeld reverb op een partij, Galm. Of voor delay. Um, eigenlijk voor alle knoppen ook die je hieronder ziet bij de synthesizer. Alles wat hier staat kun je in FL Studio automatiseren. En dat is ook wat er ontzettend vaak gebeurt bij elektronische muziek. Uh, je gaat allerlei instellingen, allerlei parameters automatiseren, zodat er heel veel beweging in het geluid zit. Uh, bij dansmuziek is het vaak niet eens zozeer dat je heel veel partijen tegelijk hoort, maar wat je hoort moet gewoon spannend zijn, moet beweging in zitten. En dat kan met automatisering. Nou, dat kun je op deze manier doen. Die automatisering kun je ongetwijfeld ook weer ongedaan. Maken, dat zal ik in een uh, toekomstige video laten zien, want ik zie de optie er nu niet zo snel bij. Maar goed, ook als dat nu niet meteen lukt en je komt er zelf ook niet meteen achter, kun je ook zeggen: joh, ik wil hem weer gewoon op een standaardwaarde hebben. En dan kun je zeggen: van ik uh, doe hem gewoon zo en dan uh, blijft hij gewoon op de standaardwaarde staan. Of je doet hem in omgekeerde volgorde. Nou, hier kun je enorm veel mee en dat zal ik ook in toekomstige video's laten zien. Tot zover een introductie op automation in FL Studio.